Nou, voordat we het erover hebben, ja, wat betekent dit voor mij en voor u en hoe ziet dat eruit? Ik moet u wel zeggen, we kunnen dat niet genezen. Mariska Jaswin uit Hendrik Ido Ambacht hoort in de documentaire dat ze een hersentumor heeft. Ze koos er bewust voor om daar een camera bij te hebben, om er meer bekendheid aan te geven. Iedereen denkt van ja, omdat ik er nog gezond en goed uitzie, van nou ja, dat gaat allemaal prima en die leeft nog forever. Maar ja, het kan binnen een paar maanden kan het gewoon over zijn. Er tikt iets in jou. Ja, ik heb gewoon een bom in mijn hoofd. Ik loop met een tijdbom. Ja. Hoe is dat? Ja, frustrerend. Dr. Clemens Derve vond het wel eng om de camera toe te laten. Maar ook hij vindt het belangrijk om meer aandacht te geven aan hersentumoren. Natuurlijk is iedere vorm van kanker vreselijk. Maar bij patiënten met een hersentumor tast het ook je wezen en je ziel en je persoonlijkheid aan. En dat is niet alleen voor die patiënt zelf heel moeilijk, maar ook voor de familie, de naasten. Flink ophogen. Ik voel niet wat de weerstand in de nek is nu, als hij vastzit. Ja, het was wel bijzonder om mezelf dan als lappenpop daar te zien liggen en dat... Maar het ligt niet goed. Oh, dan ga je hoofd zo. Ik was altijd wel bang voor bloed en dat soort dingen, beelden. Maar ja, daar ben ik nu wel al een beetje gewend aan geraakt, aan alles. Ook regisseur Jan Louter raakte eraan gewend. Maar de documentaire heeft hem wel geraakt. En nou gaat het heel dominee-achtig klinken, maar dat moet maar af en toe. Die boodschap is leef. En vier... dat je gezond bent. Tel je zegeningen. Kortom, leef.